Het is vandaag woensdag 14 juni en je raadt het misschien als je zelf examen doet, maar vandaag krijgen we de examenuitslag. En ik vind het helemaal niet leuk, want vanochtend zijn de normeringen online gekomen en ik vind ze echt veel te laag. Bijvoorbeeld Nederlands is maar 0,3, terwijl ik had gehoord dat dat bij een heleboel mensen super slecht ging en dat er best wel veel klachten nog waren ingevoerd. En ik weet niet, ik vind het gewoon echt best wel laag voor sommige dingen. En daardoor zal het voor mij net op het randje worden. Ik ben waarschijnlijk of net niet geslaagd en moet een herexamen doen. Of ik ben gewoon net op het randje wel geslaagd. En ik dacht, ik ga vandaag gewoon vloggen, dat jullie dat kunnen zien en mee kunnen krijgen. Want dat leek me wel leuk. Gewoon ook een beetje als afleiding om lekker tegen iemand te kunnen praten. Want ik ben helemaal alleen thuis vandaag, dus dat is extra spannend. Ik kan tussen 2 en 3 gebeld worden. En de bedoeling is eigenlijk dat ik niet gebeld word. Want als ik gebeld word, betekent dat dat ik of een herexamen heb of ik ben gezakt, zeg maar. En ik zit nu best wel hoog in het alfabet. Ik ben nummertje 15, dus waarschijnlijk als ik gebeld word, is het in het eerste half uur, hoop ik. Of ik hoop helemaal niet dat ik gebeld word, bedoel ik. Maar ik hoop gewoon dat ze op alfabet bellen. Dat zou super fijn zijn. Want dan, als er bijvoorbeeld een persoon na je wel gebeld wordt, dan weet je dat je in principe geslaagd bent. Maar daar moet ik niet van uitgaan, want ik ken mezelf. Ik ga er dan van uit. Het hangt eigenlijk allemaal af van economie. Want als economie bij mij boven de 5,7 is, dan ben ik geslaagd. En is het daaronder, dan ben ik gezakt. Of ja, niet gezakt, maar moet ik een herexamen doen. Dus dat is super spannend. En ik neem jullie vandaag lekker mee. Ik hoop dat als je deze video kijkt, dat jij wel lekker geslaagd bent. Laat me dat zeker even weten, want ik ben wel benieuwd. Ik heb me net even gedoucht en het is nog 1 minuut en dan is het 2 uur. En ik ben best wel zenuwachtig, want ik mag dus niet gebeld worden. En ik hoop dat ik niet gebeld... Godver... Ik... Nou, de bedoeling is dus dat ik niet gebeld word en het uurtje is nu begonnen, of nog 1 minuutje. Ik ben echt heel erg zenuwachtig, veel zenuwachtiger dan ik had verwacht. Ik hoop zo dat... Godvergaat. God. Ik hoop in ieder geval dat het goed komt. Oh, nog 1 minuut, jongens. Nou jongens, het was echt een mega spannend uurtje, echt... Ik was zo onwijs zenuwachtig. Ja, je zag het ook al, ik kon niet eens meer fatsoenlijk praten. Maar de telefoon is niet gegaan, dus dat betekent goed nieuws. Het is nu bijna 3:15 en ze hebben ondertussen nog altijd niet gebeld. Dus ik ben super blij, want ik ben gewoon geslaagd. Dus ik kan lekker de vlag gaan ophangen vanavond en ik ga nu naar school toe om een cijferlijst op te halen. Ik ben echt onwijs blij, want ik ga volgend jaar een super leuke opleiding doen waar ik voor aan ben genomen. Ik ben echt... Woe! Speciaal voor jou, Arjen. Oké, dat is... Nou, in ieder geval, ik neem jullie vandaag nog verder mee. Want ik ga natuurlijk nog wat dingetjes doen vandaag. En ik ben in ieder geval echt al super blij. Maar je kan jezelf niet zien, dat is ja, kut. Okay. Zeg, we zijn... Wij zijn geslaagd! Oké, ja, 3, 2, 1. Wij zijn geslaagd! Yes, man! Ik ben ondertussen al naar school geweest om een cijferlijst op te halen en we hebben dit in de tussentijd ook al opgehangen. En ik laat jullie zo nog even mijn cijferlijst zien. Nou, ik zou het nog bijna vergeten laten zien, maar dit is dus mijn cijferlijst, mijn eindcijferlijst. Dus wat er op mijn diploma komt te staan. Het is niet mega goed, het is ook niet super slecht, het is gewoon prima, want ik ben dus gewoon met deze lijst geslaagd en daar ben ik super blij mee. Nou, dat was dan de video. Ik hoop dat je het leuk vond. Het was een super spannende dag, maar ik ben super blij dat ik ben geslaagd. Ik ben dus super blij dat ik ben geslaagd en dat is ook weer allemaal weg. En nu kunnen we een nieuw avontuur beginnen. Mocht je het willen weten, ik ga de opleiding Media Vormgever volgen. Lijkt me super leuk en daar heb ik echt onwijs veel zin in. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Ik hoop dat jij natuurlijk ook geslaagd bent als je examen hebt gedaan. Laat me dat vooral even weten. En dan zie ik je in de volgende video weer. Doei!